We zijn hier in uh, Schuitgraaf bouwveld 1 en bezig met archeologisch onderzoek proefsleuvenonderzoek. We leggen enorme sleuven aan door het landschap. We zijn hier op zoek naar een, uh, een Romeinse weg, dus een, eigenlijk een aftakking van de Limesweg. Dus we hebben de Limersweg tussen de, de Forten gehad aan de Rijn. Dus eigenlijk de rijksgrens van het Romeinse Rijk. En dat heeft een aftakking gehad en die is bij Elst aangetroffen. En in Elst is die aangetroffen als een soort uh, kiezelpad van een meter of zes breed. En uh, dus iets dergelijks zoeken we hier ook. Want het zou hier dus mooi kunnen liggen uh, op verhogingen van het oude landschap. Dus eigenlijk niet het maaiveld zoals je het nu ziet, maar wat daaronder is. Er is hier booronderzoek geweest en daar is geen materiaal aangetroffen wat duidt op een nederzetting. Dus niet de bewoning en dat soort dingen. Deze donkere laag. Die wordt herkend als een Romeinse laag. Een tijd eigenlijk waarin vegetatie op, uh, op het rivierengebied is geweest. Vanaf hier zou je dus Romeinse sporen kunnen aantreffen. Dat is ook de reden waarom we dus daaronder het opgravingsvlak aanleggen. Dat we daar mooi doorheen gaan op zoek naar, uh, naar sporen. Omdat we niet in de binnenstad zitten of iets, maar in, uh, in het buitengebied. En dan niet eens in de nederzetting is het fondsmateriaal wat we vinden erg beperkt. Dus eigenlijk beperkt zich dat tot, uh, tot wat granaatscherven en, en kogelpuntjes in de, in de bovengrond. Dus onder deze laag, die donkere zwarte laag, daaronder, die we dus in de Romeinse tijd dateren, uh, voorlopig in ieder geval, uh, is een, is een uh, slijpsteen aangetroffen. Dus eigenlijk deze steen, en er zitten wat ribbels op van gebruik. Dus alsof daar dus uh, met de mes overheen is ge, geslepen. Of, of wel andersom, misschien wel juist uh, met, met de, de steen over het, het mes heen. Verder zitten er wat, uh, wat ribbeltjes op. Misschien is dat geweest om uh, als versiering. Of als, uh, hè, dat zijn eigenlijk mooie wiebertjes, mooie ruitjes. Uh, misschien is dat versiering of juist om grip te krijgen. En er zitten wat diep, diepere uh, ribbels op van, uh, van dus het gebruik. Dus deze zou in ieder geval Romeins, misschien wel ouder nog kunnen zijn. Net op de donkere laag, die we verwachten dat die uit de Romeinse tijd dateert, zijn paalsporen aangetroffen. Het waren niet eens paalsporen, maar je ziet nog een beetje de paaltjes erin. Echt een beetje het hout van de, van de paaltjes zelf. En uh, dus die zijn daar ingeslagen. En die hebben we eerst hier aangetroffen, maar vervolgens komt er verderop. Een dubbele baan nog langs. Dus het zou beschoeiing kunnen zijn van een pad of iets. Dus uh, natuurlijk denken we in eerste instantie, oh we hebben de Romeinse weg. Maar hij komt wel van boven die, uh, die donkere laag. Dus dat is niet zo heel waarschijnlijk. Maar we gaan toch uh, onderzoeken van wat het, dan, uh, wat het dan wel is. En sowieso gaan we zo'n paaltje uh, met C14, uh, dus koolstofdatering, gaan we dat... Uh, uh, dateren, zodat we in ieder geval weten hoe, uh, hoe oud dat is. En dat gaan we ook doen met uh, de donkere laag zelf. Dus het humeuze materiaal wat erin zit, willen we ook uh, dateren, zodat we de boel scherp hebben.